Ja, dat is onhandig. Ik ga runnen. Ga ik eerder zijn dan een Braviary? Dat is nu de vraag. That's the question. Nee. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Avatar Lock Randomizer met Sander van Gaming SB. Dit was heel matig wat ik deed. Wat deed je voor matig? Of moet ik dan nee, weer terugkijken? Nee, ja, ik... Ik deed mijn ene hand deed ik recht naar voren en dan een beetje bewegen met de vingers, zeg maar. En de andere hand deed ik een beetje omhoog opzij en dan bewegen van met de vingers en dat is van een serie mogelijk. Okay. Ik ben benieuwd of je weet van wat het is. Blacklist. Nee. Zo bedoel ik het niet. Niet zo'n serie. Okay, wacht. Wat deed je precies? Misschien dat ik het kan raden. Okay. Ik deed mijn hand recht naar voren. Ja. Vingers bewegen. De andere hand deed ik iets naar boven. En toen deed ik ook de vingers bewegen. Beetje naar achter, naar voren, zeg maar. Oh. Ik kan er even niet opkomen waar het van is. Trek een Cody. Oké. Nee, dat deed ze toch altijd? Oh, dat zou goed kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Rip. Ik heb tuinslang, alleen ik weet niet waar... Waar is zo'n PC eigenlijk? In de Pokémon Center. Maar daar moet je eerst voor die Rotom gehaald hebben. Oh, oké. Nou, dan ga ik eerst even deze trainer verslaan. Londen. Nou, als je het over Zeker Cody hebt, hè. Holy shit. What the fuck? What the fuck? Oké, Pokémon. Pokémon. Het gaat hier om de uitdaging. Nou, dat is zeker. Met zo'n randomizer. Wel, nee. Ah, ik heb wel een Torterra, dus misschien moet ik niet zo zeuren. Precies. Ik moet maar tegen een Latios. What the fuck is dit? Ah, ik hoop voor je dat hij Momento doet, want dan gaat hij dood. Dit is het Momento. Nee? Oh, ik ben poisoned in deze game. Ja, nee, hartstikke mooi. Momento, ja. Doe even Momento. Dit is het Momento. Ja, dat zoiets deed ook. Ja, ik denk, doe nog eventjes mee, zodat je weet dat ik je niet expres negeerde. Nee, oké. Okay. Doe nou niet missen. Ja. Dit is al gewoon de tweede legendarische waar ik tegen moet. Waarom moet jij tegen allemaal legendarissen eigenlijk? Oh, ik heb ook al tegen in Deoxys gemoeten, dus op oh, zich... Ja. Oh ja. Oké, ik moet nu even care about deze schildpad, want anders gaat hij dood mogelijk. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, precies. Your status conditions. Latios is dood, hutsenfluts. Het grote voordeel van legendarissen is dat ze fucking veel XP geven. Ja, echt hè? Dat had ik ook. Dat vond ik ook mooi. Ik moet eigenlijk die execute ook eventjes gras type moves laten leren. Oké, dan kan ik hier vanaf springen? Ja. Wee! Spring dood! Ja, misschien wel. Oh, het is Lily. Oh, het hele huis beweegt, jong. Ziek. Zieke battles going on inside. Oh, yo, hebben we wel al de XP share? Zag ik dat nou goed? Jij misschien, maar ik volgens mij dan niet, hoor. Ja, ik denk maar ik loop ook een beetje achter. Mijn Solgaleo is gewoon 6 levels omhoog gegaan naar die Latios. Wauw. Mindplate. Koei is aan het lachen. Gast, je hele huis is zo net bont en blauw geslagen. Dat best wel knap voor een huis, maar goed. Dat is kapot, zeer knap. Afslagen. Normaal geeft zij mij een quicklaw, maar wat geeft ze me nu? Oh, nog steeds een quicklaw. Oh, wauw. Deze bitch. Ja, hartstikke leuk en anders, maar mag je ook gewoon stoppen met praten? Nee, oké, ik zeg wel niks meer. Nee, niet jij. Ik bedoel Kakui en Lily. Zeg maar. Spijt me. Quicklaw is misschien... Hoe zorg ik dat mensen niet denken dat je ze haat? Dat ik ze haat? Aardig zijn? Nee. Oh. Je bent goed in Mario Party. Thanks.
Ja, laat me nou weggaan dan. Nee, niet jij weer. Nee. Oh nee. Nice to meet you. Ik heb ook geen idee wat er gebeurt in jouw... Ja, nou, er gebeurt ook niks. Het is alleen maar op A drukken. En ik drukken en drukken. En nee hoor, het gaat maar niet door. Het gaat maar niet door. Echt. Oh, het is privé. Privé. Niet spelen met mijn privé. Ja, daar moest ik ook aan denken. Toen dacht ik, kut, hoe ging dat ook weer? Weg met die camera. Ik hoef niet te betalen, schat. Ja, mooi. Oh, darkness, what the fuck? Alles wordt donker. Is dit mijn ziel? Want het wordt donker. Ja. Kijk, voor Paddy werkt dat net iets anders. Die zegt, is dit mijn longen? Want het wordt donker. Die vond ik wel goed. Die vond ik wel goed. Ja, dat dankjewel. Die was heel goed. Laat het er maar niet horen. Oh, dat boeit me echt geen fuck. Oh, ik heb hier zo'n skiploom. En volgens mij kan die niks, dus ik denk dat ik hem niet ga vangen. No haat, maar wel haat eigenlijk. Oh, een pokeball. Gold bottle cap. Ik ga zieke money verdienen. Boy. Echt, weet je waar... Ik denk dat ik moet gaan gokken, want ik... Weet je dat een gold bottle cap een van de zeldzaamste items in de game is? Dat is, daar kan je al je, als je Pokémon level 100 is, kan je al je EV's boosten naar max, zeg maar. Oh, dat klinkt heel goed. Ja, dat is echt een van de beste items in de game. Alleen hebben we daar in de Nuzlocke niks aan, dus misschien kan je hem wel goed verkopen. Ja. Het klinkt wel als iets wat je kunt verkopen. Oké, ik heb hier een aantal keer rondgelopen en ik zie hier niet echt Pokémon die ik mag vangen. Ja, alleen Rockruff mogelijk, maar ik heb al een Buck Rock type. Ja. Dus dan heb ik liever Buck Rock. En ik denk ook dat Rockruff die evolueert in een Dark Rock in deze game. Oh ja, en dat mag je ook niet gebruiken. Ja. En volgens mij met de Dawn Mode, dan wordt die Ultra Rock. Ja, denk het ook. Alleen Rock, dus dan mag het ook niet. Oké, ik ga nu naar dat stadje toe, dus zeg maar. Lily doet nu zo van, hey, Pokecenter, dit is hoe dat werkt. En dan doe ik zo van, oh, er. Ik moet tegen Nidoking, die mag ik vangen. Nice. Hoezo mag... Oh ja, Ground, natuurlijk. Oh, volgens mij hebben ze het ook wel een beetje de dingen zijn aangepast. Of ben ik zo erg Gellar gewend dat ik denk dat ze het aan hebben gepast. Wat hebben ze aangepast? Een Pokecenter. Ja, hier is dat, ja. Oh, nee, het is wel hetzelfde als in Sun and Moon. Oh, nee, oké. Dan ben ik te erg Gellar gewend, omdat ik dat de laatste tijd te veel gespeeld heb. Oké, we gaan eventjes Arbok in ons team doen voor onze dooie. Charpak! Ja, Gorbis. Bij mijn Gorbis dat het zo moest lopen. Gorbitch. Nou, dat vind ik niet lief. Maar wel waar. Oh. Daar doe ik verder geen uitspraak. Oh, mag ik al bijna hallo gaan zeggen? Oh nee, je moet eerst die hele trainer school zelfs doen. Wauw. Oh nee, je Tauros. Ik kan er niet omheen lopen, want ik ben een debiel. Zeg maar, letterlijk de stoep is vrij. Gast. De stoep is letterlijk vrij. Hoe kun je... De tower staat midden op het pad, zeg maar. Op de weg. Yeah. Hoe kun je er niet omheen? Ja. Yeah. Ik snap dat je debiel bent, tienjarige. Maar ik vind dit wel een beetje over de top. Nee. Oh, hij doet dit keer... Weet hij wel wat virus is, Kukui. Dit keer trekt hij zijn duim wel in. Oké. En by the way, ik heb experience share. Nice. Nu wordt het echt mooi. Oeh, een Trubbish. Ik heb je gevonden, Sander.
Nee? Dat vind ik niet zo lief van je. Oh. Dacht, dat kan je wel waarderen. Dat is not so poggers. Dat is ook echt een van de... Waarom vind ik alleen maar berries? Dat is ook echt een van de minst leuke Pokémon op de wereld. Ja, dat klopt. Beter dan Delcatty, maar... Nee, 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 grapje. Wat een Delcatty haat weer. Nee, die bestaat gewoon niet. Oeh, Glaceon. Braviary. Oeh. Is die niet normaal? Never seen this Pokémon. Oké. Okay. Leuk voor je. Braviary is... weet ik niet. Braviary... is een normal flying. Die mag je vangen. Oh. Daar wil ik op zich wel voor gaan. Alleen ik denk dat het hier geen guaranteed capture meer is. Nee. Catch rate 14%. Op zich best laag volgens mij. Gewoon proberen. Ja, dat sowieso. Ah, ik heb niet zoveel pokeballs meer. Ik wil eigenlijk ook weten wat hier nog meer zit. Ik heb... Heb ik al een flying type? Nee trouwens, volgens mij niet eens. Dus misschien kan ik hem dan beter wel vangen. Nee, oké. Okay. Ja, dan ga ik er wel voor. Wel een coole Pokémon. Dat sowieso. Wing Attack. Oh, dat doet veel. Oef. Dit wordt nog lastig. Hij is ook level 8 ook gewoon. Word je weer genaaid? Ik kan naar Omelette, maar Omelette die gaat waarschijnlijk dood. Misschien moet ik nu gewoon een pokeball gooien. Wij houden niet van doodshanden. Nee, daarom. Nestball, wat doet dat? Lower the level of wild Pokémon. Ja, dus die zou je kunnen proberen. Ja, telt dit als low? Maar hoe hoog level is die? Hij is 8. Ja, dat is super low. Oké, dan. Ja, dan gaan we het maar proberen, I guess. Gaan we proberen. Fuck it. Use. Als hij nu Wing Attack doet, ben ik wel met de Terra kwijt, maar... Oef. 1. 2. Ah! Leer! Ja, lekker. Oké. Okay. Ga lekker maar. Ik denk dat... Ik moet vluchten. Haast. Ik kreeg TM voor Seed Flare. Ik ken die hele avond al niet. Ja, dat is onhandig. Ik ga runnen. Ga ik eerder zijn dan een Braviary? Dat is nu de vraag. That's the question. Nee. Ik zit te denken of ik Nidoking wil meenemen. Ik denk het niet. Oh. Oh ja, nu kan ik wel echt rennen. God, voor de dieven. Ben je Pokémon kwijt of niet? Ja. Oh, welke. Big Oef. Dat is nog zacht uitgedrukt. Waarom moest ik ook weer voor die Braviary gaan? Ik had gewoon direct moeten runnen. Had ik nog meer kans gehad. Ah, hij deed pack. Dus als ik dan had geheeld... Alleen ik wist niet dat hij ook pack had. Ik dacht hij heeft gewoon alleen Wing Attack, maar... Zo jammer dit. Zo jammer dit, Sander. Beetje jammer. Beetje jammer. Is dit mijn schuld, though? Ik weet niet of ik nu verder kan eigenlijk. Want ik heb nu één Pokémon van level 8 en de rest is allemaal laag. Jawel, dat kan je wel. Ga ik dan niet helemaal dood? Ja, dan ligt er dus echt heel erg aan wat voor Pokémon je tegen je hebt. Kijk, ik moet nu tegen een Salamence, dat wordt best pittig. Hoe ging ik met dit healen?
Oh, dan ben ik vergeten op healen te drukken. Dat is kut. Dat lijkt net Sol, denk. Ja, echt, hè. Ik ga eventjes die Dartrix zoeken. Oeh, Shinx. Jammer dat ik die niet mag, maar die is wel vet. Oké, Uproar. Ja, ik ga even trainen hoor. Ik ga heel erg achterlopen. Maar dat boeit me niet. Ik wil echt niet meer Pokémon verliezen. Ik vind het allemaal prima. En ik zoek ook eigenlijk gewoon die Dartrix, maar dat... Ja. Lantern! Hey, die herken je nog. Die mag ik. Mm-hmm. Dat is wel gunstig. Dan heb ik weer een Water-type. Oké, okay, Pokeball, let's go. Ik kan ook Pokeballs weer kopen trouwens. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, ik dus niet. Oeh, ik krijg 5 Great Balls. Nice. Maar dit is guaranteed capture dus. Hopen dat je... Steenboy level 3, oké. Okay. Finny level 4. Hopen dat je een Dartrix tegenkomt. Ja, dat hoop ik wel. Lantern. Ja, ga ik hem weer lichtpuntje noemen? Sowieso. Tuurlijk. Ja. Ik heb mijn Bunnelby ook Molkonijn genoemd. Precies. Ken je referenties, zeggen ze precies, dan. Precies. Add to your party, jazeker. Ja, ik denk dat ik beter dan ook naar Pokémon's kan gaan zoeken, want anders loop ik al heel erg ver voor als ik nou nog verder ga. Ja, ik weet niet hoe hoog jouw team is, maar... Allemaal level 11. Wat? Ja, maar ik heb 3 Pokémon's in mijn team, hè. Oh, oké. Okay. Ja, dat scheelt wel. Ik denk al, what the fuck is hier gaande? Veel mee achteraf. Ja. Armaldo, oh die ken ik, die heb ik al namelijk... Ik had hem ook gewoon eerst moeten hypnose halen en ik was te bang dat oma letter erin zat. In stond. Omdat we alle twee level 8 waren. Ja, mm-hmm. Yeah, shit happens. Nou, ze had wel. Ook nog even route 2 kijken, want daar heb ik bijna niet gekeken. Ik ben er heel snel doorheen gegaan. Oh! Ik heb ook één. Voor een seat. Ah, oh, nice. Wat grappig. Oké, dus een pokeballetje. Nou moet ik wel pokeballs echt gaan halen. Oh! Dit is niet guaranteed capture. Oef. Dat dacht ik. Waar zit je? We hebben je. Daar. Nee. Ah, ja. Nee, oké, okay, gelukkig. Ik was al bang. Hé, hey, Sandaal, die mag ik. Zeg maar waar je naar boven ging in het begin. Ah, dat is raar. Ja, dat dacht ik dus dat dat guaranteed capture was. Maar... Ja. Nu heb ik alleen een Great Ball. Ga ik die nu verspreiden? Ja, ik wil ook niet per se verspillen noemen, maar ga ik die nu gebruiken op een Ferroseed? Ja, dat is een keuze, Sander. Ik denk... Hotse vlot. Dat ik deze ga verslaan. En dan de volgende keer als ik hem tegenkom... Huh? Deed hij nou harden? Je bent asleep. Hij is niet meer asleep. Dat is gaan. Ja. Ah, dat slaat. Dat verklaart een hele hoop. Ja. Oké. Okay. Spaghetti leert sleephouder. Ja, dat is mooi. Dan kunnen we nog meer Pokémon laten slapen. Misschien was het sowieso slim om eerst eventjes de game te doen en dan pas allemaal Pokémon te gaan vangen, omdat je dan eerder levelt, bedenk me nu.
Ja, ja. Maar ja. Oeh, een Cilio. Die had voor jou wel leuk geweest. Ah, ja. Oh, alleen die Cilio bij mij heeft echt een kut ability. Welke? Ja, een of andere ability waardoor je meteen sunshine krijgt. Dus dan worden zijn watermoves meteen Drought waarschijnlijk. Nee, het was geen draft, dat was een andere, maar... Oh, ik heb vet veel monies, jongen. Oeh, Archen, die mag ik. Twee premier balls ook nog. Nou, doe ook maar 20 potions. Alleen die zal wel een hoge cash rate hebben. Want het is een fossil. Ja, oké. Okay. Ik heb 25 potions in mijn bag, dat vind ik goed genoeg. Ik vind niet te voorzichtig zijn. Dat en klopt. Ook een aantal pokeballs. Oh, ik denk dat hij nou dood is. Oh, niet. Nice. Maar dit is wel route 1, dus dat vind ik dan raar hoe dat... Ja, dan zal echt alleen maar de rechterkant critical capture zijn. Guaranteed, maar ik snap wat je bedoelt. Guaranteed, ja. Ja, want mijn Solgaleo was ook... nee, maar die was helemaal linksboven, die Solgaleo. Die was ook... Ja, linksboven, maar ik ben daaronder, oh, daaronder. Zeg maar. Oké, okay, ja. In dat kleine grasje waar je eerst doorheen moet met je eerste Pokémon. Ja. Nee, als je je Pokémon krijgt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Oké, hij is asleep. Nu kan ik hem wel met een Pokéball vangen, toch? Kom op, Ferrothorn. Luisteren. Ja, ja, goed zo, goed zo. Ja, dank je. Is het een Ferrothorn of een Ferroseed? Ferroseed, okay. Die kleine, die ja. Bol. Ja, die ik ook heb. Doe maar... Oeh, een Blastoise. Prik. Oh, nee. Als we het toch over prik hebben, noem ik hem vaccinatie. Ik kan ook nog naties schrijven zoals je de naties schrijft, maar dat is misschien... Je is kan wel hem, grap. Je kan hem ook grap. Je kan hem ook Pfizer noemen. Oeh, ik ben wel voor eigenlijk. Ik noem hem Pfizer. Ja, vooruit. Nice. Add to your party, wie gaan we... Moet ik die voor omelet of spaghetti? Hmm. Hallo meneer Spaghetti. Ik vind het wel leuk hoe al mijn gras Pokémon tot nu toe in mijn team eten was. Zal ik deze Apom vangen? Ach, waarom niet? Ik denk voor Spaghetti. Sorry Tangela, maar je bent een pure grass type. Dan ga ik toch liever voor zo'n grass steel type. Oké. Okay. Oh, weet je wat wel fijn is in deze game? Nou? We hoeven geen HM's meer te leren. Dat is zeker. Nee, dat is oprecht. Oh, deze poggers. Floatzel. Oké. Die wil ik. Pokeball. Oh, ik heb natuurlijk nu wel lichtpuntje. Dus zo heel erg nodig heb ik hem misschien niet meer, maar... Oh, shit. Ik ben vergeten een naam te geven. Hierboven is hij ook niet critical catcher. Guaranteed. Ja, dat is echt raar, want ik had Solgaleo in één Pokéball. Dat is dan echt komt heftig. Dat misschien omdat we verder in de game zijn? Dat oh, ze, dat kan ook. Dat het is. Als je bij de trainer school komt of tot een bepaald punt. Ja, dat zou best kunnen. Dat is best wel een goede zelfs. Ik denk het even dan zo. Dan is het dus niet slim om wat ik eerder zei te doen. Nee. Ja, eigenlijk wil ik verder spelen, maar ga ik maar niet doen. Ik vang alleen even deze floatsel als we geen 5 times hit. Heb je Dartrix al? Nee, niet gevonden. Maar die wordt nu ook moeilijk te vangen, vrees ik. Ja, dat vrees ik ook wel, ja. Je kan dus ook wilde mega's tegenkomen, hè? Oh. Blijven die ook mega of moet je dan zo'n raar trucje doen? Nee, dat heb ik ingesteld. Shaped. Dat het zo blijft. Hé, hey, Froakie! Die ken ik. Ja. Floatzel, hoe noemen we hem? Buizel 2.0. Tsch, wat een naam. Ja, klopt. 1.1. Buizel 1.1. Kadabra! Aangezien die niet
echt verbetering is. Wat waarom nou? Zou je hem verbetering noemen? Of waarom zou je hem 2.0 doen als er geen verbetering is? Wat een haat. Vind jij Buizel minder leuk dan Floatzel? Nee, Buizel is wel leuker dan Floatzel. Precies, dus. Kom op, word wakker. Ja, hij doet het. Doe jij ook dat carer als je een status ability hebt? Of? Nee, ik loop gewoon naar Pokémon Center. Oh. Oh, dan weet ik al waarom het zo lang duurt bij mij. Oh, circuitry. Ik weet niet welke typing dat is. Ik weet elektrisch. Precies wie dat is, maar... Elektrisch. Alleen elektrisch, oké. Volgens mij wel. En hij heeft imposter. Lol, circuitry met imposter. Is hij dan wel een circuitry? Ja, is hij dan niet een andere Pokémon als je hem tegenkomt en dan blijkt hij? Nee. Wat? Hoe werkt dat dan? Dat is, imposter is, als je in battle gaat, dan verander je meteen. Dan hoef je niet nog transform te doen, zeg maar. Oh, oké. Okay. Zo werkt dat. Oeh, een Swallowed. Oeh, Hypno. Hartstikke leuk, maar daar kan ik dus niks mee. Ik denk dat ik die Dartrix ga opgeven. Dat lijkt me een goed idee. Aan de andere kant. Je kan altijd nog een keer terugkomen, hè, als je... Ja, dat weet ik. Ja, klopt. Oeh, Chinchou. Ik zit eventjes met dat ik ook echt nodig moet trainen. Zeg maar. Ja, maar... deze Hypno dan wel goed voor, maar... Maar ik denk dat je best wel veel, als je zeg maar die trainer rechtsboven doet bij de trainerschool, zeg maar. Dat je dan al best wel wat XP'tjes kan krijgen. Ja, maar kan ik die aan met één level 9 Pokémon? Ja, dat en ligt de rest dus heel, allemaal level 4. Dat ligt er dus echt heel erg aan welke Pokémon het is. Maar ik denk wel dat je met een paar level 4 Pokémons ook best wel wat schade aan kan doen, zeg maar. Zo heel hoog level is hij niet, hè? Hoe hoog level is hij? Level 8, toch? Nee, toch? Level 8? Ik ga kijken voor je. Ja, waarom ik... zijn wel Pokémon level 8? Even kijken. De 1. Ik ben heel benieuwd. Ik zit trainerschool, jongens en meneren. Gewoon een trainerschool, jongens. Hallo. Het gaat niet lekker zo te horen. Misschien moet ik het gewoon doen. Oh, hier, trainerschool. Ja, level 8. Ja, dat vind ik wel hoog hoor, met allemaal level 5 Pokémon. Ja, maar het duurt altijd zo lang bij jou, Sander. Ja, maar ik wil niet nog meer Pokémon. Ik heb een Torterra van level 12 verloren. Tegen een level 8 Pokémon. Waarom zou ik dan nu denken, ja, laat ik... Ja, maar die had je alleen verloren omdat je geen aanvallen deed. Mogelijk. Oké, nou. Oh, deze gast wil niet eens vechten, joh. Het is wel beter XP grinden, dus... Dat op zich. Nee, oké, ik zet Jesse vooraan. Ja, daarom. Deze gasten vinden hij helemaal niet. Wat? Oké, deze wil wel sowieso, toch? Deze wil ook niet vechten. Oh, jawel. Oké, Bonsly, zegt ze. Oh ja, dat klopt natuurlijk niet. Rattata. Oké, dat is gunstig. En is het een Alolan Rattata? Ja, Alola, ja. Maar die kan ik wel... Oh, zij is zelfs level 7. Right. Ik kan wel naar omelet dan met deze.
Alhoewel, die is psychic. Dat vergeet ik. Misschien heeft Alola Rattata misschien nog niet eens. Maar heeft hij geen bite of zo? Nee, dat denk ik niet, want dat doet hij niet. Hij doet de hele tijd quick attack. Potion doet hij nu, oké. Okay. Had niet gehoeven van mij, maar als jij dat wil. Na die heel battle doen we de aflevering afsluiten, ja? Ja, doe maar. Ik ben er toch alweer helemaal klaar mee. Sure. Nee, valt mee hoor, valt mee. Had je een... je bent nu nog in die battle, toch? Ik heb nu de Rattata verslagen. Nice. Oké, okay, ja. Krijg je wat XP klaar. Of niet? Ik heb nu wel wat XP gekregen. Oh, dat is fijn. Ik heb een aantal level 6 en... De meeste zijn level 5. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga dan naar de beschrijving, daar kan je zijn kanaal vinden. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Joejoe.